Bij huisartsenpraktijk Dubloen in Horen is donderdagmiddag een pasgeboren baby te vondeling gelegd. Er is nog onduidelijkheid over de afkomst van de baby, maar mogelijk is het kind achtergelaten in een wanhoopstaat. Aldus de Raad van de Kinderbescherming. Door een bezoeker is een baby, een vondeling, aangetroffen. De huisarts is meteen ingelicht en heeft onderzoek gedaan. En daarna is de baby naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek. Nou, op het moment dat er een vondeling wordt gevonden, dan is er niemand die een beslissing kan nemen. En de Raad voor de Kinderbescherming zorgt ervoor dat er dus er wordt voorzien in het ouderlijk gezag, heet dat. En dat betekent dat iemand dus beslissingen kan nemen die nodig zijn voor de baby. Daarnaast wordt er heel snel melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie, zodat dus de politie onderzoek kan doen om feiten te verzamelen, om te achterhalen wie de ouders zijn, waar de moeder verblijft, om te zorgen in ieder geval voor deze informatie belangrijk is voor het verdere verloop. En we hopen natuurlijk zo snel mogelijk dat de ouders of familie of de moeder zich meldt. Want ja, je moet je nu voorstellen dat er een moeder dus een geboorte achter de rug heeft. En dat die moeder dus alleen is en zonder kind. Nou, dat moet afschuwelijk zijn. Het kind heeft vermoedelijk een aantal uur daar gelegen. Hoe is het met de gezondheid van het kind? Nou, de gezondheid is goed. Het was licht onderkoeld, maar het is een gezonde baby. Het jongetje maakt het heel goed. Ja, wat gaat er nu precies gebeuren met het kind, zolang de moeder zich niet meldt? Nou, zolang de moeder er nog niet is, dan zorgen wij ervoor dat er een veilige plek is voor het kindje. Het kindje gaat naar een pleeggezin, dat is er overigens al. Dus het krijgt een liefdevolle omgeving waar het in alle verzorging op dit moment verzorgd wordt.